Je lijkt net zo'n topsporter die zeg maar met al zijn gear gaat. Goedemorgen, welkom weer in een video. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag 15 december, de dag dat ik weer op wintersport mag na 9 maanden niet op wintersport zijn geweest. Goeie openingszin. Schrikbarend hoeveel spullen je voor 2 dagen skiën kunt meenemen. Koffer, skischoenen, helm en dingen, rugtas. En hier moeten straks mijn skis in, maar die zijn bij mijn ouders. Ik moet over iets minder dan een half uur al bij mijn ouders zijn. Er moet hier nog make-up op. Er moet nog ontbeten worden. Er moet nog een deel van mijn ontbijt gemaakt worden. Dus ik zeg opschieten. Het wordt zoals gewoon weer roerei met een wrap met avocado. En koffie. Oh my god, dit meen je niet. We hebben nu al 3 uur vertraging. Dit is zo raar. Op een moment zit je in de oh my god, ik heb zoveel haast modus. En nu ineens, enkele seconden later, zit ik in de modus van wat moet ik in vredesnaam met die 3 uur van mijn tijd gaan doen. Ja, er zijn erge dingen op de wereld. Ik dacht dus, hoe kan ik die 3 uur goed besteden? Ik dacht, oké, misschien kan ik verder met mijn oudejaarsvideo. Nou, daar ben ik mee bezig geweest. Toen was ik daar weer wat verder mee en toen dacht ik, misschien is dit al het moment dat ik moet gaan bloedprikken. En zo geschieden. Oké, ik ben gaan bloedprikken. En ik ben echt zo'n drama queen. Het duurde echt zo lang vandaag. Echt iets van 1,5 minuut of 2 minuten. En ik werd zo misselijk dat ik nu hier lig te wachten op limonade voordat ik erop kan staan. Dat is echt niet oké. Ik was zo zenuwachtig. Hij zat er echt volgens mij 2 minuten in die naald. En ik werd op een gegeven moment heel erg misselijk. Ik zei tegen het meisje, oké, we moeten blijven praten. Wat ga je doen met kerst? Wat ga je doen met oud en nieuw? En het duurde echt zo ellendig lang. Maar ik heb het gedaan. Dus nu hoef ik dinsdag niet. En hoef ik er dus ook niet het hele weekend tegen op te tikken. De Janeiro's? Ja. Ik ben niet gestrest, dus het gaat helemaal goed met mij. Heeft onze taxichauffeur er ook zin in? Ja. Ja. Fijn ook dat ik 3 uur mocht wachten tot het ja, taxi drie. Mag vertrekken. Ja. Ik hoop wel dat we dan ook straks echt gaan vliegen, eigenlijk. Ja, dat hoop ik ook. Maar we krijgen wel een voucher om iets te eten te kopen. Dus we kunnen koffie halen bij Starbucks. We zijn er. Yay. Zo, Anne, wat ben jij allemaal van plan? Ga je verhuizen? Ja, ik voel me net alsof ik in de IKEA loop trouwens. Ja, zo zie je er ook wel uit. Ja? Je lijkt net zo'n topsporter die zeg maar met al zijn gear gaat. Ja, naar de Olympische Spelen. Look who's here. It's me. Roos is gewoon nog nooit in deze lounge geweest. Ik ben bij die budget maatschappij en dan zit je in zo'n kleine lounge. Zonder Starbucks. Ja, zonder Starbucks. Gaat er nu een wereld voor je open? Ja, ik wist helemaal niet dat het zo groot was. Ja. We hebben een ontzettend lekkere caramel brownie. En een chocoladekoek, maar die is voor in het vliegtuig. We hebben koffie. Een ijskoffie. We nog even een beauty sapje. Mm-hmm. The supervision of person Maya. Visual. The reason of the delay. The Italian air traffic controllers decided to go on strike today. And therefore there was no traffic possible. Not fair. Zitten met deze. Wat een uitdaging. Gaat alles goed? Ja, alles gaat goed. Onze huurauto, als het goed is. Ja. Oh, er ligt hier ook sneeuw. Net zoveel als er nog in Nederland ligt. Lekker kontje hoor. Het is smakelijk alvast. We zijn inmiddels al een paar stapjes verder. De auto is gehuurd. Yay, we hebben ook een upgrade gekregen. Ja, een open. You bangus. Anmeel vindt het. Piepjes, dus als ik achteruit rijd. We hebben de auto heel mooi ingepakt. Papa is wel echt trots op ons. Ik had geen zin om uit te zoeken hoe die stoel moest. Maar goed, we hebben nu eten. We moeten nog iets van 2 uur rijden. Nou, ik denk nog wel iets meer. Nee, volgens mij niet hoor. Nee?
Oh ja, het is een automaat. Dat vergeet ik de hele tijd. Ja. Dus wel lekker handig in het Italiaanse verkeer. Ja. Hè? Kijk hoe mooi het allemaal is. Ja, het is hier heel mooi. Maar ik denk dat het nog mooier is als we morgenochtend wakker worden in een winter wonderland. Ja, echt door blijven. Moeten we nog? 10 kilometer of zo? Minder. Als die scherp is, 8,9, maar is het ook niet echt scherp. Echt super gezellig. Ja, die sneeuw, die ijssculpturen. Ja. Het ding is alleen, ik heb dus geen winterbanden. Ja. Ik weet niet waarom, maar Europcar voelt het niet helemaal met winterbanden. Nee, want de wegen worden hier heel schoon gehouden. Wat op zich wel waar is, want het heeft denk ik vandaag nog gesneeuwd. En ja, er ligt niks op maar de weg. Maar ik ben dus wel af en toe een beetje zenuwachtig als ik het zie. Dat ik denk van, is het nou glad of is het We zagen ze net nog strooien. We hebben net geprobeerd in een parkeerplek te komen, maar het lukt niet. Dus nu zijn we net voor de ingang meer. Er lag te veel sneeuw bij de parkeergarage. Niks! Je rijdt me klem. Oh, ik zeg alleen dat we... Zo goed, is dat... Ja, volgens mij... Ik zou hem iets naar achter zetten. Want nu zijn we echt voor de deur. In de deur. Zo. Ja, zoiets. Anne, wil je even voordoen hoe je hier net viel? Nee. Ik ga het niet opnieuw doen. Ik ga het morgen laten zien aan mijn knieën. Nee. Oké, we gaan dit naar boven brengen. Voordat het straks echt een teringzooi is. Dat hebben we eigenlijk al best wel in 1 minuut gedaan. Even heel snel de roomtour in Hotel Corona. Zo heet het toch? Corona? Corona als je in het Duits zegt. Oké. Heb jij de pas? Hier is een pas en daar is een pas. Oké. Ik zet het gewoon mee. Dat was het, toch? Moeten we allebei de passen meenemen? Deze misschien moeten we ook dit even meenemen. Ja, ik wil het opnemen. Ja, oké. Top. Goedemorgen appetit. Ja, goedemorgen. Of een heel fijn ski weekend. We beginnen met... we hebben natuurlijk net al een salade op. En nu gaan we verder met een... spaghetti met zeevruchten. Roos is even de kaart aan het lezen, maar dat is nog best een dingetje. Want het is een heel groot gebied. Ja. Er is meer dan 1200 kilometer dat je kunt skiën. Maar morgen gaan we de Stella Ronda skiën, toch? Ik ski achter jou aan. Dus ik verwacht dat jij... Je ja, goed hebt ingelezen. Ik bordjes gaan volgen. En hoeveel kilometer is de Salaronde eigenlijk? Dat is meer voor je vraag. Had je het antwoord? 42 kilometer. Gaan we dat red je wel in een dag, toch? Een horloge gaat het allemaal meten, dus een speciale skifunctie op. Ja, wat? Ik denk dat we wat langer dan 2 dagen hier moeten gaan skiën. Oké. Langer dan 2 dagen? Dus dan moeten we gewoon nog een keer terug. Want jij hebt gewoon dinsdag school, Roos. Anders had ik wel gezegd dat we nog een dag langer wilden blijven. Het hoofdgerecht is een varkenscotelet. Dat was misschien niet een heel goed idee. Oké, we hebben lekker gegeten. Roos is de koffer aan het uitpakken. Straks gaat ze mijn koffer doen. Zo lief, zo lief. Ik ga deze vlog afsluiten. En dan ga ik deze vlog editen. En dan ga ik hopen dat hij morgen op tijd online staat. En dan ga ik lekker slapen, want morgenochtend willen we heel vroeg gaan skiën. Om 7:30 is ontbijt en om 8:00 willen we de deur uit, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Dus we moeten zorgen dat we om 7:30 ook helemaal klaar zijn. Ja. Dus we moeten op tijd gaan slapen. Ja. Ik heb er super veel zin in. Echt heel, heel, heel veel zin te gaan skiën. Roos ook? Ja, oké, ik ga dit niet langer rekken. Dankjewel voor het kijken en we zien jullie morgen weer. Kus.